Een goede morgen. Het is vandaag donderdag en we gaan weer lekker trainen. Ik vind het heerlijk. Ik heb er geen moeite mee. Ik heb er niks mee. Ik heb gisteren voor een rotdag, het was klote weer. En dan ga ik me vervelen, word ik chagrijnig. Dus, nou ja. In ieder geval, het is weer trainingsday. Dus, heerlijk. Wat heb ik als ontbijtje? Ik heb als ontbijt heb ik, het is trainingsday. Dus, dan heb ik, u raadt het al, kwark met havermout en een beetje kaneel en twee gekookte eieren. Dat is mijn ontbijt en dan moet ik het gewoon nog doen tot in de middag. Dus. Ik ga zo lekker trainen. Ik heb even mijn brilletje niet op, die ligt nog in de kamer, die had ik vergeten. Ja. Maar ik hoop dat u het bevalt dat ik vanaf gisteren mijn ongezouten mening geef over dingen. En ik blijf het doen. Dus schrik niet van die vinger, want die is niet voor u bedoeld, maar voor de puffende film. Puffende aan. Dus we gaan vandaag lekker trainen. En we zien het allemaal wel. Ik wens u een leuke dag. Goedemiddag. We zitten hier aan de lunch. Die moet eigenlijk wel lachen. Ik ga het vanmorgen op Facebook geschreven. Het is weer maar IS met hoofdletters per ongeluk. Punky had even een knopje ingedrukt. En ik heb weer volop getraind. En het is zulk mooi, schitterend weer. Dat ik vanmiddag ook nog maar even 30 kilometer fietsen. Er staat niet te veel wind, windkrachtje 4. Denk ik. Dus eventjes lekker op positie. Ik moet dat ook weer naar die tandtechniek ervan. Nou doet het bovenzeer. Dus. Maar in ieder geval, ik heb weer heerlijk getraind. Ik heb weer gelachen. En weer mijn borst, biceps, triceps. En mijn kuitjes. en mijn dijen. En 30 minuten gelopen, 30 minuten gefietst, 10 minuten geroeid. Dus het is een aardige training geweest. Dus. Maar ik ga even lekker eten. Ik heb een heerlijke salade. Met tonijn. En daar zit ook nog groente in. Dus wat wil je nog meer? Er zit alleen een hap vet in, daar word je helemaal niet goed van. Maar ja. Het is niet eruit te scheppen, want dan schep je de tonijn er ook uit. Ik heb gewoon de verkeerde plekjes gepakt. Nou ja, dat maakt niet uit. We gaan zo lekker even fietsen. Ik heb ook een beslissing genomen. En die hoort u nog wel. Ja, ik schijn niet uit met trainen. Ik denk dat ik zwaarder ga trainen. Dus, maar daar moet ik nog even met Wim overleggen. Ik wil eigenlijk na 1 januari wil ik wat cardio laten vallen en wat meer op de gewichtjes gaan doen. Dus, maar ja, dat zien we nog wel. Dus ik neem u mee, want het is geen droom mooi weer. Tot vanavond. Ik weet niet of we op de film is te zien, maar er komen lichtstralen uit de bewolking. Dat is wel een mooi gezicht. En deze boom die stond een maand geleden nog vol in het bloed. Het is namelijk een kaal ding.
Je ziet een torenvalk die aan het jagen is. Oh, wat is het mooi weer. Goedenavond, we zijn weer aangekomen bij Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond gestoomde paksoi. En Indische gehaktballetjes erbij. En rijst. Dus wat heb je nodig van die paksoi? Ik ben alleen. Dus ik heb een halve paksoi. 300 gram gehakt. Een pakje boem boem nasi goreng. Dat heb je erbij, dat gaat in de gehakt. En een boterham. Voor die weken we. En die gaat ook door de gehakt heen. En dan maken we gehaktballetjes van. Net zo groot als van een walnoot. Maar ik maak ze iets groter. Dus. Nou, ik zie u zo meteen een tafel. Want ik moet even flink aan de bak. Ik zie u zo meteen. Zo komen de balletjes er ongeveer uit te zien. En dan 20 minuten in de oven. Op 190 graden. Bent u met een groter gezin, dan kan u de balletjes gewoon kleiner maken. En dan blijft het hetzelfde. Ook 20 minuten in bij 190 graden in de oven. Dus, oké. Okay. Ja. Goedenavond. Zit er weer aan tafel. Even de dag doorgespreken. Nou ja, u weet het, ik ben in de sportschool geweest. Alles gedaan. Ik heb wel gelachen met eentje. Zo'n instructeur die moest een meisje lesgeven. Maar ik stond erbij om even te kijken. Hoeveel hij, of tenminste, hij wou aan het meisje wel laten wegdrukken. Nou, dat was 18 kilo, dus dat is heel weinig. Dus je denkt van, met een gekkigheid. Van mannengewicht eventje, hè? Voor jou als je het vol moet gaan doen. Dus hij zegt, nou, ik druk wel 120 kilo met één been. Ik zeg, dat wil ik zien. Dus hij op 120 kilo gezegd, nou, dat kreeg je echt niet weg met één been. Hij zegt, nee, hij zegt geintje. Ik zeg, nou 93 kilo, dus voor mij zat. Met twee benen. 101, dat haal ik ook nog. Maar ja, in ieder geval. En toen vroeg hij wat ik voor muziek op mijn oren had. En dus ik liet hem luisteren. Maar het is gewoon oude soulmuziek. En een beetje, ja. Voor het echte beulswerk heb ik, hoe heet die groep, nou ja, heb ik keihard ja, een soort, nou ja, in ieder geval, Jungi XL, dat heb ik voor het echte krachtwerk, dus hij zat op een gegeven moment zonder een vrouw te kijken en die zei, hij heeft toepak op zijn dinges, keihard, hoor je het? Hip-hop. Ik moest lachen. Dat was cijferhard. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik heb een beslissing genomen. Na 1 januari ga ik kracht rond hier. En een heleboel jongens, die had ik het verteld. En die zeiden van, nou, wij gaan je helpen. Dus hier was spieraskabels. En biceps, dat ik me al niet meer kan komen. Maar nee, ik ga het gewoon proberen. Nou, vandaag ook nog even 30 kilometer gefietst. Als je me niet gelooft, kijk je weer even op Facebook. Daar staat het op. Ik heb een beetje last van mijn buik, want ik heb weer een beetje te veel sit-ups gedaan. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Het is voor het goede doel. Ja,
En dan de kwestie in de Tweede Kamer, hè, van de fractievoorzitters. Nou ja, de leugen regeert al jarenlang bij die bitspreek aan. Hè. Dus ik denk dat hij het ook wel gedaan heeft. En dat keihard volhouden. Nee hoor, ik heb het niet gedaan. Dus Diederik, doei! Oftewel de hele PvdA in één keer naar nul. En dat is mijn streven. Ik mag het niet zeggen. Nou. Ik las ook weer in de krant van er waren een aantal buitenlanders, of tenminste asielzoekers, die vonden het eten niet goed. En dan zeiden ze, ja, en we hebben geen wifi. Zoals ik altijd zeg, wifi. En dan zegt Martijn altijd, nou doe mij maar een wifi. als die mensen die niet zien, up. Eerste boot terug. Ik heb er nog wel eentje hoor. Ik heb er een beetje 10 in. Of je het houdt is een tweede, maar maakt me niet uit. Maar in ieder geval, de PvdA die gaat weer lekker kelderen. Want we weten wel wat die druk die het gedaan heeft. Kan hij de hele dag op zijn dochter passen? Hey. Hoe zou hij dat vinden? Hè? Allemaal op onze schouders gestaan. Dat wij de stront ingaan met ons geld. En dan gaan wij met z'n allen op zijn schoudertje staan. Eens kijken of hij dat houdt. Meneer Diederik Samson. Dus, nee, ik wens u een prettige avond. Oh, u hebt nu niet gekeken wat ik... U hebt nu niet gezien wat ik eet. Nou, dat is Oosterse gehaktballetjes. Met gestoomde paksoi en rijst. Ja, rijst van Aldi. Hè. Maar weet het. Als u met meerdere personen bent, dan kan u die gehaktballetjes nog een keertje door de helft doen. En dan heb u er meer. Dus. Nee, ik. Dus dit is wat ik eet vanavond. En dan moet ik het tot morgenochtend weer mee doen. Dus ik. Ik wens jullie een hele prettige avond verder. En ik ga niet kijken naar de wereld draait door. En ik ga niet kijken naar Paul. Ik weet nog wel even wat er komt vanavond. Dus. Misschien ga ik wel even lekker achter mijn computer zitten. Want ik heb nog een hoop dingetjes te doen. Dus, nou ik wens iedereen een prettige avond en welterusten en tot morgen.